De introductie van de PABO-opleiding aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen is maandag weer begonnen. Het is dit jaar extra druk, want steeds meer studenten kiezen ervoor om leraar te worden. We hebben inderdaad dit jaar een record aantal aanmeldingen gekregen, meer dan vorig jaar. En we waren nog even bang dat door de beurs die pas volgend jaar ingaat, dat we minder aanmeldingen zouden krijgen. Maar ik ben eigenlijk alleen maar heel blij dat de PABO steeds meer in trek is, ook onder de nieuwe studenten dus. En dat er nieuwe aanmeldingen komen en dat we met extra veel mensen ook deze introductieweek tot één groot feest kunnen maken. En we doen verschillende leuke activiteiten, zodat de nieuwe studenten eigenlijk een warm welkom krijgen op de school. En met de nieuwe studenten vast leren kennen en eigenlijk een hele leuke feestweek om het nieuwe schooljaar te starten en een nieuwe studie. Tijdens de introductie worden de nieuwe studenten begeleid door mentoren. Zogenaamde papa's en mama's die allerlei taken hebben. Ja, nou dat houdt eigenlijk in dat je een groepje krijgt aangewezen. En met ja, dat groepje dat laat je eigenlijk Nijmegen zien en de Han. En leg je uit wat de PABO zeg maar inhoudt. En dan zorg je dat je eigenlijk een hele leuke week krijgt. De eerstejaars staan te popelen om aan de slag te gaan. Ik ben Lisanne, ik ben 18 jaar oud. En ik ga volgend jaar de PABO doen. Nou ja, ik geef al les op een manege en dat vind ik echt heel erg leuk om te doen. En eigenlijk heeft dat de doorslag gegeven om voor de PABO ook te gaan kiezen. Ik dacht, ik ga eens heel wat anders doen. En iedereen zei altijd van, je moet iets met kinderen gaan doen. Dat past heel goed bij jou, het past heel goed bij wie ik ben, waar ik voor sta. En ja, wat ik heel graag later, mensen gewoon dingen willen leren en heel veel bijbrengen. Dus, ik heb onderwijsassistent gedaan en ja, dat sluit gewoon perfect aan op de PABO, vind ik. Je moet goed met kinderen om kunnen gaan. Ik denk over het algemeen dat meiden dat wat leuker vinden misschien. Maar ja, ik heb een paar jaar opgepast. Dus ja, ik weet gewoon dat ik het leuk vind om met kinderen om te gaan. Ook de rest van de introductieweek zien ze positief tegemoet. Ik hoorde van mensen dat hier ontmoet je al veel mensen en dan ga je vrienden maken. En die hou je ook op de opleiding. Dus ik dacht, het lijkt me wel leuk en interessant om daaraan mee te doen. Heel erg gezellig, denk ik. Ze zijn lekker enthousiast en ze trekken ons lekker mee in het dansen en doen. Dus ik denk dat het een hele gezellige week wordt. Heel veel plezier, heel veel leuke dingen. Dansjes, knutselen, maar ook serieuze dingen zoals leren. Maar echt heel veel plezier. Heel veel, echt heel veel zin in.